Mijn eerste reactie was in Rotterdam, wauw, zo, dat kan ook in Nederland. En waarom niet eigenlijk? Waarom kan het niet in Nederland? Nou, ik kwam hier in Taizé en ik zag een aanplakbiljet dat de internationale ontmoeting, of de Europese ontmoeting, in Rotterdam zou zijn. En toen dacht ik, oh joh, want Rotterdam is echt 12 minuten met de trein van mijn huis, dus dat vind ik super leuk. Ik was erg blij al heel lang. Hoopten we dat Taizé naar Rotterdam zou komen met de Europese ontmoeting. En ja, nu eindelijk na jaren kwam het er eindelijk van. En ja, ik denk dat dat een grote kans voor de stad en voor het land is. Ik hoop echt dat de Nederlanders kunnen bewijzen dat ze zo gastvrij zijn om mensen te ontmoeten in hun huizen. En het ook mee te willen maken. Om zich gewoon eens te laten onderdompelen in zo'n ontmoeting met zoveel jongeren. Ik hoop van de ontmoeting in Rotterdam dat het mensen misschien een beetje wakker schudt. Daar waar we zijn vergeten, zeg maar, hoe het is. Of hoe waardevol het is om met andere mensen samen te leven. In Rotterdam zijn er zoveel culturen en zoveel geloven. Ik denk dat die ontmoeting in Rotterdam, dat die daarbij gaat helpen. Dus dat je ziet dat het leuk is om mensen te ontvangen. Dat er toch wel vertrouwen kan zijn tussen mensen. Ja, ik ben een student hier in de Erasmus MC. En in je dagelijks leven ben je natuurlijk heel veel bezig met je studie. Druk met van alles. En ik denk dat het belangrijk is dat je ook bij die meeting, de Europese meeting, dat je daar ook leert om echt de rust te vinden. Wat is leuker dan het nieuwe jaar beginnen in Rotterdam? Met z'n allen bij elkaar, zoveel nationaliteiten. Het lijkt me echt geweldig.